Dat je die campers op zijn kop ziet liggen. En ik sprak Nederlanders die echt alles, maar dan ook alles kwijt waren. Eerste kaartje, daar gaan we. Wat merk je als ambassadeur van klimaatverandering in jouw land? Slovenië is een land, prachtig land, hè, met bergen en alles. Maar waar wel extreme droogtes en extreme natte periodes zijn. Dus afgelopen jaar hebben we enorme overstromingen gehad, waar mensen bij zijn omgekomen. Ja, huizen ondergelopen, echt enorme schade. Ja, dat merken wij ook. We zien de rivier, de Ljubljanica in de hoofdstad, in Ljubljana, die bijna overstroomt. En vervolgens zijn wij daar dan mee bezig om de overheid te helpen vanuit Nederland, om te kijken wat we kunnen doen richting de Sloveense overheid te helpen om in de toekomst overstromingen te voorkomen, want er wordt altijd heel snel naar Nederland gekeken als het om watermanagement gaat natuurlijk. We helpen de Nederlanders die in nood zijn in zo'n situatie, dus we merken er wel veel van, ja. En jij, in jouw land? Klimaatverandering is natuurlijk over de hele wereld. Als je me zou vragen van houdt klimaatverandering Zuid-Afrika echt bezig, dan moet ik zeggen nee. Ze zijn vooral bezig met energiecrisis eigenlijk. Hoe krijgen ze voldoende elektriciteit naar de huizen? Uren per dag gaat het licht uit. De stroom wordt uitgezet omdat ze niet voldoende capaciteit hebben. Er zijn afspraken gemaakt. Ze willen ook inderdaad, ze hebben ook Parijs ondertekend. Ze willen ook uitfaseren. Maar ja, ze hebben ondertussen dus wel die uitdaging om te zorgen dat de elektriciteit blijft. Dat het licht blijft branden, ja. En dat gewoon de bedrijven hun werk kunnen doen. Ja. Dus wij zijn een partner met een aantal landen voor de Just Energy Transition. Dus daar werken we nu ook als Nederland. Hè, proberen we daar te werken aan die energietransitie. Die kolencentrales zouden dicht moeten, maar wat dan? En dan is het heel mooi om te zien dat die duurzaamheid, hè, die zonnepanelen, we hebben heerlijk veel uren zonneschijn in Zuid-Afrika, dat is echt fantastisch. Ja. Nou, bizar, hè? Jij zit zo ver weg in Zuid-Afrika, ik in Slovenië, dat onze landen door het klimaat zo met elkaar verbonden zijn. Ja. En ja. We invloed hebben op elkaar. Ja. Jij iets meer op mij dan ik op jou. Nou, maar wel dat Nederland in beide landen dus een rol speelt om te maken. Ja. Dus vanuit de ambassade kan je bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. En tegelijk Nederlandse bedrijven helpen om ook wat te verdienen. Ja. Nu mag jij wel een kaartje. Zal ik kijken wat de volgende is, Jan? Ik ben heel benieuwd. Hoe heeft klimaatverandering invloed op jouw werk als ambassadeur? Ja, de andere kant van de klimaatverandering zijn natuurlijk overstromingen. En afgelopen zomer was het flink raken in Slovenië. Een hele camping, helemaal vol met Nederlanders. Echt weggespoeld met campers en caravans, alles. Ik ben wezen kijken zodra de wegen weer open waren. En ik ben ooit in Sri Lanka geweest, waar jij ook ambassadeur bent geweest. Ja. Na de tsunami. En daar moest ik echt aan denken. Dat je die campers op zijn kop ziet liggen. En ik sprak Nederlanders die echt alles, maar dan ook alles kwijt waren. Dus dat was zeer indrukwekkend. Maar we hebben toen wel daar ter plekke kunnen regelen met de alarmcentrale. Dat er gelijk bussen kwamen om hen op te halen en thuis te brengen. Dus dat was wel heel mooi dat we dat als ambassade toen hebben kunnen doen. Maar dat is wel de keerzijde inderdaad van klimaatverandering. Ja, nou mooi dat je in ieder geval kon helpen. Ja, ik ben. Volgens mij de laatste. Heb je resultaten bereikt met het werk van de ambassade waar je trots op bent? Nou, ik ben ontzettend trots op een geslaagd staatsbezoek. Want ik kwam in augustus aan en in oktober hadden we dat staatsbezoek. Met 4 ministers en 100 bedrijven. En om dat allemaal zonder al te veel problemen te laten plaatsvinden. Dus ik ben heel trots op mijn team. En uiteindelijk inderdaad ook op de spin-off en alle overeenkomsten die we hebben gesloten met Zuid-Afrika op bepaalde punten. Waar we gewoon nu ook als ambassade mee door kunnen. Ook voor Nederland nu. En voor mij als beginnend ambassadeur. Ja, ik krijg een koning en een koningin langs. Dus je moet mij wel ontvangen als je wil weten wat die gaan zeggen. Dus dat gaf mij heel veel ingangen om op te volgen. En nu inderdaad om dat door te pakken. Als je dan zo'n bezoek hebt, hè, van zo'n bedrijvendelegatie. Wat kan je dan als ambassadeur betekenen of doen? Ze krijgen meestal inderdaad van de ambassade de do's en don'ts in het land. Als cultuurcursus. Cultuurcursus, want het is toch in elk werelddeel is dat weer anders. De specifieke vragen die ze hebben, die worden van tevoren al gekeken van, wat zijn mogelijke partners, welke bedrijven zouden geïnteresseerd kunnen zijn vanuit Zuid-Afrika om zaken te doen met het Nederlandse bedrijf. En als ambassadeur, je speelt gastvrouw. Verder hebben we gewoon een heel goed team op de ambassade die heel veel dingen uitzoekt en
En ook dingen dan opvolgt, hè? Want je hebt zo'n missie. En het is niet afgelopen op het moment dat die bedrijven zijn geweest. Dan gaan ze weer terug naar Nederland. Hè, dan gaat het via de e-mail en soms lukt dat niet. Kunnen ze aankloppen van, hey, het lukt niet of kun je er nog eens achteraan bellen. En daar zijn we ook goed in, denk ik, om dat, die follow-up te doen. Ja. Mooi. En jij? Ja, ik ben heel trots dat we die zakelijke contacten kunnen faciliteren. Nederlandse bedrijven helpen om daar zaken te doen. Er moet natuurlijk wel geld verdiend worden. Ja, hè? En brood op de plank. En daarnaast dat we de Nederlanders kunnen helpen die daar in nood zijn. En verder is het heel belangrijk dat we Nederland ook een beetje positief kunnen neerzetten. En afgelopen jaar hebben we een Rembrandt tentoonstelling kunnen organiseren in Ljubljana. En dat was wel behoorlijk spectaculair, want Rembrandt in Ljubljana, dat is nogal wat. Etsen vanuit het Rembrandthuis. Zo. En ze hebben echt de openingstijden van het museum moeten verruimen. Oplekken, want, zodat iedereen die wilde daar naartoe kon. Ja. De, en dat hebben we enorm kunnen gebruiken om Nederland een beetje goed voor het voetlicht te Mooi dat daar. Je hem kreeg, want bedoel, elders in de wereld hadden we iedereen natuurlijk Rembrandt of Iedereen wil Rembrandt. Er worden moeilijk uitgeleend, dus dat, je bent dat het gelukt is. Diplomatie in Nederland. Precies, ja.